Driehoekje, puntje. Driehoekje. Kijk, dan probeer ik dat al een klein beetje erin te zetten. Maar het is niet het allerbelangrijkste hoor. Want dat kan je er gewoon... Ja, hè? Ja, het is leuk om te doen. Ja, het is eenmaal natuurlijk. Je kan ook van tevoren segmenten maken, hè? Ja, klopt. Dan heb je er gewoon een aantal voorraad. Ja. Dan zeg je, ik heb een kwartiertje. Nou, bij acryl moet je twee altijd. Dan kan je wel... Even links en links voor rechts. Ja. Want hoe is de bewaartijd van deze? Beter dan bij die... Ja, dit kan je heel lang bewaren. En weet je, als je hem er heel onderuit krijgt, en dan kan je hem gewoon in de ultrasoon weer schoonmaken. En dan kan je hem gewoon nog weer gebruiken. Dan kan je hem recyclen. Ja. Zo, ik probeer de vorm er al een beetje in te maken.